Sold the house and we took the kids on the road where we found bliss, collecting adventures. We'll take you with us to explore in the north surrounded by the fjords, collecting adventures. Yes. Welkom bij onze tweede vlog. Het is wel een beetje gek, de eerste moeten we eigenlijk nog opnemen, maar we gaan gewoon nu de tweede even doen om een beetje meer om te testen en te kijken hoeveel tijd we kwijt zijn en hoe het wat werkt en wat niet. Dus we gaan deze week op vakantie, dus dat vonden we een mooie gelegenheid. Onderweg naar, waar gaan we heen, Lunteren. Alweer even gestopt bij de meren, omdat zij, Madeline, die wilde eventjes nog tussenmiddag eten. Dus we zitten nu bij de Starbucks. Hartstikke voor de uitgang. Ja hoor. En ondertussen waren we ook even aan het wachten op Marente en Tom. En die komen er ook aan. Met baby. En Zoutje blijven vier. Kom maar. Hiya. En ondertussen is Deentje er ook. Hallo Deentje. Hoe is het met jou? Hoe is het met jou? Gaat het goed? Gaat het goed? Ga je mee op vakantie? Ja. Joejoe. Dus tot zover onze stop bij de Starbucks. Met koffie die ik niet te zuipen vind. Ik ga de glijbaan eens uittesten. Wow. Je gaat snel en grap jij erin. Dit is een leuk hersenblaasje. Gloria in de gloria. Hoera! 1, 2, 3. Violen en de trommel en de fluit. Want mijn vriend is jarig en de vlag gaan uit. Ai, ai, ai. En we zijn zo blij. Want de vriend is jarig en dat vieren wij. Zo, zondagochtend. En we gaan vandaag eens even zwemmen in een buitenzwembad hier. Het water is verwarmd, een klein beetje. Maar het is buiten koud. Dus als we eruit gaan, dan wordt het waarschijnlijk weer eventjes wat lastiger. Het is nu al koud. Het is nu al koud, inderdaad. En we moeten nog het zwembad in. Nevermind. Nou, tot zo. Zo. Hier is het zwembad. Oh, dankjewel, Seb. Zo, we zijn niet de eerste. Ik had gered, hè? Ja, hè? Oh, dat is toch nog wel koud. Oh. Is het niet koud? Ja, bij je boven niet van wel. Ik ook niet. Dat was wel mee, toch? Dit is lekker, hè, jongens? Ik ben blij dat ik mee ben. Oh, mee toch? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen, meiden? We zijn onderweg naar de receptie. Want zij, ook wel wij zijn. Oh, zij. Zij gaat klagen. En de kans. Klagen. Ja. Klagen. Heel goed. En wat gaan we klagen over? Over de mieren. De hele waslijst. De moeder die irriteert zich kapot aan een kapotte klok. Een waterkoker. Een waterkoker die een kwartier doet voordat het kookt. Wat nog meer? Oh ja, we willen wel. We willen ook nog A4 papier. Dat gaan we eerst vragen. Oh, je hebt een vlek op je trui. Nee. Ja. Oh. Wat is het? Geel? Ja. Vogelpoep. Dat kijk dan, die wc-papier kost 2,50. Ze hebben hier geen supermarkt, maar wel een automaat. Waar van alles in zit. Geen batterijen, hè? Nee, geen batterijen, dat heb ik. Alles zit erin. Wel tampons. En een aansteker. Kapotjes. Dat is ook heel fijn. Ja, je zou het maar nodig hebben. Kapotjes? Wat is een kapotje? Durex. Condooms. Wat noem je dan een kapotje? Wist jij dat echt niet? Nee. Weer wat geleerd. Ik leer van alles met jullie. Kijken wat die tampons daar kost. Ja, is heel boeiend. Tot zo. Yes, het is open. Ja,
Oh, wat een beeld, jongens. Sorry hoor. Ik hoop dat jullie daar misschien een beetje in tegemoet kunnen komen. Het is natuurlijk niet helemaal het probleem dat er overal. Ze zaten overal bij de ketel. Oké. Okay. Ja, hoor. Kom maar. Nou, Madeline. Oké, nou Madeline. Eerste reactie. Vertel. Ja, was je eerste reactie? Ik heb er ook geen goed gevoel bij. Dat betekent door de telefoon heen gaan trekken zo meteen. Ja, maar je begon ook niet in de goede volgorde. Nee, jij zou beginnen met de papiertjes. Ja, maar jij ik wil gewoon geld. Ja. Ik wil gewoon geld. Ja, niet krijgen je geld. Nee, ik krijg gewoon geld. Ja, wacht maar. Ja, dit is nog niet. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Ja. We gaan. Hij dacht echt, ben je nou van achterlijk? Waarom zit je maar te zuipen? Ja, echt zo. Is het niet leuk dat wij in het huisje, omdat we heel veel mieren in de keukenkastjes. En die mieren die ontdekten we ook in de voeding van mijn dochtertje. Gewoon in de poeder voor flessenvoeding. Heel veel kleine miertjes. En nou, dat was natuurlijk een beetje paniek. Want, zometeen gaat er iets spannends gebeuren. Ja, dan. En daarom moeten we zo alle gordijnen dicht doen. Zullen we dat even doen? Wie kan dat? Jongens. Zo, dat teamwork. Kijk eens. We gaan samen leven. We ik zie je daar nog niet mee. Jullie mogen absoluut niet uit het raam kijken. Maar dan ook echt absoluut niet. Sweet. Ja, al de hele tijd. Ja, al de hele tijd. Nu gaat het vast bijna. Hallo. Het gaat viral. Oh. Kijk uiteen. Oh jee. Ah, lekker. Hoe die fles. Niet zo. Mama's moeten ook meehelpen. Ik ben. Ik ben mijn hoofd kwijt. Is ze de hoofd kwijt? Ik ben mijn hoofd kwijt geraakt. Wat ligt? Toen ik een koprol maakte. Help jullie me het te vinden. Helpen jullie mij het te vinden? Ik zal popcornspoor. Oh, ik zie een popcornspoor, jongens. Een popcorn volgen. Oh, Sepp, rustig aan. Rustig aan met z'n allen. Ja, de brief. Kom maar, ik zal het even lezen. Mag ik er een? Lieve kinderen, als jullie 20 eikels verzamelen, bewaar de eikels voor de heks. Wat mooi. Lieve kinderen, nu jullie de eikels hebben gevonden, moeten jullie deze goed bewaren voor de heks. Oh. Loop nu naar de speeltuin. In de speeltuin. Even wachten. En niet rennen. Moet je naar de speeltuin? In de speeltuin, ja ik weet het, liggen 4 bezemstelen. Voor elk kind 1. Oh, wat cool. Pas op, de heks met de zwarte hoed kijkt mee. Als jullie de volgende opdracht goed uitvoeren, dan komen jullie een stapje dichter bij mijn hoofd. Alle papa's moeten hinkelen op 1 been, terwijl de mama's van de kleine glijden. Nu, vanaf het begin. Ik heb gewoon leuk, staat hier. Alle papa's moeten hinkelen op 1 been. Kom maar, June. Nou, go! De kinderen? Nee, ik kan. De rest lezen we morgen wel. Huh? Iedereen wordt zeeziek hier niet.
Dat je toer doet. Jij hebt het al gedaan. Oké, de mama's moesten van de glijbaan. Dus vonden we nog aanwijzingen bij. Oh, maar Jan is ook een mama. Ja, Jan moet ook van de glijbaan. Je moet met de benen stil 4 rondjes in de speeltuin rennen. Als jullie het 4e rondje hebben gerend, mogen de papa's stoppen met dit. Doorgaan, papa's. Mama, jij moet rennen. Ik ga dus. We moeten 4 rondjes rennen. Ga maar rennen, June. Met het tweede rondje. Ga je rondje rennen? Kom jij wel vleien? Ja. En je moet wel op je benen stil. Ja, jullie moeten hem op je tussen je benen doen. Je moet erop vliegen. Oh. Op vliegen. Oké. Okay. Wat is dat, June? Wat moet ik, jongens? 3 keer. Ik ben klaar zijn met de keer geweest, dus je hebt nog lekker. Jongens, ik hoor een heks! We moeten erachteraan! We moeten erachteraan! Oh, Kai heeft een kaart! Oh! Ga maar snel, Xo! Lieve kinderen, terwijl ik mijn vele koprollen maakte, verloor ik ook al mijn lekkere snoepjes. Verzamelen jullie ze voor mij in deze oranje emmer? Volg het pad, dan kom je steeds een beetje dichterbij. Mijn mooie pompoenenhoofd. Mijn mooie pompoenenhoofd. Maar pas op voor de heks. Zwaai, zwaai. Pas op voor de heks. Jackass. 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 Waar is het emmertje voor? Laten we zien wat je al hebt in je emmertje. Dat veel, hè? Zo. Kijk eens hoeveel. Dat wordt lekker stuiteren, jongens. Een heksenhoofd? Is het een hoed? Is het de hoed van de heks? Weer een briefje? Ja! Oh! Zit zij dan nu? Moeten we die even lezen? Kinderen, hier bij het bos ben ik mijn hoofd kwijtgeraakt. Oh! Ik ben oranje en rond en soms draag ik een heksenhoed. Ik heb oranje en rond. Als jullie mij weten te vinden, dan staat er thuis wat lekkers voor jullie klaar. En vergeet niet voor het slapen goed je tanden. Oh ja, dat vind ik een goed idee van de heks. Popcorn is er! Ik weet het cadeautje, popcorn! Wat hoorden we daar? Hoorden we dat ook? Ja! Was dat een heks? Ja! Goed zo, Kai. Goed zo! Zou dat het hoofd zijn van de heks? Zullen we hiermee popcornsoep gaan maken? Nee, dat is het hoofd van Jack Skellington. Spannend, jongens. Heks! Oh, mama. Ik heb me helemaal uit de nat gaan wassen. Wat gebeurt hier? Zijn we aan het vloggen? Oh, hi! Hi! Ik dacht even momentopname, weet je. Oh, ik ben bijna door de... Horseshit. Oh, ik stond in de horseshit. Waarom zegt niemand dat tegen me? Je lacht weer, kijk. Dat is goed voor de tuin. Gaat. Paarden doen niks, hè, Moppie? Maar jongen, paarden doen niks. Ja, maar paardjes doen niks. Paardjes doen echt niks, kom maar. Moet ik haar even vasthouden? Phoebe, boeit het allemaal niet, kijk maar. Een gossie. Zo, vandaag maandag. We zijn even een wandeling aan het maken in het bos. Met de rest. En we waren net de honden even kwijt. Die vonden het nodig om weer eigen planten te trekken. Phoebe vooral die
stoof een weiland in met allemaal paarden. En die gingen even lekker op de gemakje paardenstront zitten eten. Met schrikdraad nog om het weiland heen. Dus we konden ook niet zomaar eventjes te pakken. Dus dat was weer een avontuur. Maar dat is nog goed gekomen. Ja. We gaan zo even lekker zwemmen nog. En dan gaan we nog boodschappen doen voor de barbecue vanavond. Als we een barbecue kunnen vinden ergens. Dus, tot zo. Was het lekker, Fieps? Wat jij gefroten hebt? Was het lekker? Wie is Rick? Fiepie? Fiepie? Jij? Had jij zo vieze paardenstront gefroten? Seb was net nogal overstuur van de van de hond die ontsnapt was en die tussen alle paarden stond. Dus we moeten even playtime om even weer tot rust te komen. We lopen nu onderweg naar de Albert Heijn XL. We zijn op zoek naar drie barbecues, wegwerp barbecues. Want wij hebben bedacht dat we vanavond een kerstdiner gaan doen in oktober. Met een barbecue, een soort van winterbarbecue. Ja, we zijn er ook niet met de kerst, dus we dachten nou, dan kunnen we het nog een soort van gaan vieren dit jaar met de familie. Ja, dus gezellig. We hebben lampjes meegenomen, kerstmuziek aan en gaan met iemand aan. Maar het is nog even de vraag of we een barbecue kunnen vinden. Zo, we zijn lekker aan het barbecuen. Zeer ongeorganiseerd. Maar dat is meestal. En binnen zitten de kinderen op de bank tv te kijken. En aan het eten. Is het lekker, jongens? Brandje. En binnen zit ze lekker tv te kijken. Heb je veel mooie blaadjes gevonden? Ja, mooie gekleurde blaadjes. Laat eens zien aan de camera. Oeh, ja, heel mooi. Wil je deze weer vasthouden? Ja. Oh. Ja, dat kan. Maar dat heb ik dus nu. Heerlijk dik. Ik heb niet gezegd. Ik heb hier nooit een roze tuin nodig. Nou. Wat zijn jullie aan het doen? Ik val
Ja. Oh, lekkere reactie. Niks meer. Ik weet niet wat van. Wat ben je aan het maken? Oh, wat heb je daar? Een kabouter. Laat zien dan. Nou. Gaat dat een kabouter worden? Laat die van jou zien, Kei. Ja, een ijsje. Welke is van jou? Kijk, het moet een ijsje worden. Een ijsje. En welke is van jou, June? Is oom Tom ook lekker aan het knutselen? Ja, en ik doe het niet goed. Dus mijn hele vingers is het. Is het secondenlijn? Nee, ik weet het niet. Oh nee, nee, dit is geen secondenlijn. En dat moet aan de kant. Waar zijn al die kaboutertjes? Wat ben je aan het doen? Zo'n kleur. Wat ben je aan het doen? Oh, je is zo druk. Ben je zo druk? Is het niet leuk? Wat is dat? Wat is dat? Voorbij. Ja, goed zo. Kom maar. Kom dan. Ga er maar naartoe kruipen. Ja. Goed zo, Deentje. Goed zo, Deentje. Wat is dat nou? Dat zijn mijn sokken. Is dat Puk? Dat zijn mijn sokken. Zijn het jouw sokken? Ja. Waar gaat Puk nou heen? Waar gaat Puk nou heen? Er zit een hondenhaar hier. Vandaag dinsdag en het regent, nou nu even niet, maar de rest van de dag wel zo ongeveer. Zo hebben we besloten om even naar Monkey Town te gaan, dan kunnen die apen ook eventjes hun energie kwijt. Ondertussen de laatste dag van de vakantie. En nu zijn we even aan het afsluiten in het bos. En wat wel heel tof is. Wat even daar. Allemaal schapen staan. Kijk. Ik zie ook een zwarte. Ja, er zitten zwarte, grijze, witte. Het is een bijzonder soort schaap. Wat? Hele grote horens. Kijk, daar loopt er een. Ja, daar loopt deze ook lange staarten. Apart shirt. Hey Kei. Yes? Welke route volgen we vandaag? Rood. Rood, hè? Ja. Is het lekker weer? Ja. Nee. Ja. Nee. Waarom is het geen lekker weer? En jij vindt het geen lekker weer, toch? Ik vind het lekker weer. Nou, omdat het de hele tijd al geregend. Omdat het regent, ja. Jij was eigenwijs, hè? Jij ging niet je regenjas aandoen. Ja. Ja. En Sef vindt regen lekker. Waarom vind je het wel lekker weer, Sef? Omdat ik lekker nat word en daar hou ik van. Je houdt ervan lekker nat te worden? Ja. Oké. Ik hou ervan om nat te worden. Nou, loop maar. Oké. Okay. Maar niet op. Nee, jij hebt geen capuchon, hè? Nee. Nee, dus dat wordt moeilijk. Ja. Ja. Maar dit vind ik wel lekker. Hopen dat het een les is. Steeds dieper. Als je niet je regenjas aan wil doen als mama dat zegt. Kijk, kom maar even eruit, want we vinden de plantjes niet zo leuk dit. Oké. Okay. Zo. Even naar goed. Vrij onheilspellend. En hier, ik weet niet of je het goed kan zien, zitten twee kraaien. In de boom, dat maakt het nog net iets onheilspellender. Kei zit vast in de boom. Ze zijn in de boom aan het klimmen, wij zeiden we lopen door.
Ik ben heel benieuwd of het geluid nu nog goed is. Wij zeiden we lopen door. Maar nu zit hij dus vast in de boom. Die boom hier. Nee, deze boom. Dus nu moeten we even terug. We houden het dus niet droog. Maar we zijn nu even aan het schuilen onder de boom, hè Kai? Ja. Je regent het niet zo hard. We gaan door! Ja, maar dan word je nat hoor, Kai. Ook als het regent is de natuur heel mooi. Kijk jongens. Het gaat echt heel hard. Nou, op het eind ging het dus nog iets harder regenen dan we eigenlijk hadden gehoopt. Maar het was ook wel even lekker. Dus we zijn nu onderweg naar huis. Warm je lekker aan, jas uit. En dan thuis en hebben we lekker een warm bad. Kai? Dan gaan we lekker nog even tv kijken en dan broodjes shawarma eten. En dan is deze dag en deze vakantie eigenlijk weer ten einde. Nou, hoop dat jullie hebben genoten van onze vlog. En vergeet je niet te abonneren. Haha, nee dat gaan we niet doen, die onzin. Dus nou, bij deze sluiten we de vlog af. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Wil ik nog wat zeggen? Goodbye.